Goedenavond. Avec jullie aandacht. Avec nous votre attention. Welkom op dit uniek evenement Wedding Rock. Bienvenue sur cet événement Wedding Rock. Waar zijn jullie gastheren? Nous sommes vos animateurs. Christophe. Anorak. En vanavond brengen we jullie drie optredens, gevolgd door de main act. En we sluiten af met een spetterende party. Ce soir, nous vous présentons trois auditions, suivies par l'acte principal et une teuf d'ouf. Je voudrais tout d'abord remercier nos deux témoins. Déborah, que vous avez rencontrée à l'entrée, qui vous a mis un bracelet très irritant. Et mon témoin, Anorak, ici présent. Ils nous ont tous deux organisé une journée inoubliable. Personnellement, j'étais très étonné. Figurez-vous que mon enterrement de vie de garçon s'est déroulé en deux étapes. La première étape, j'ai pu me lever pas trop tôt. Et après, j'ai pu retrouver mon petit lit douillet. Ce que je savais pas, c'est que quelques jours plus tard, j'allais me faire enlever d'un verre d'eau dans la figure. Dans ce même petit lit douillet, d'ailleurs. Et tout ça pour aller à Riga. Riga, c'est la capitale de la Lettonie. Ne vous inquiétez pas, je l'ignorais également. Mon frère et 13 de mes amis y étaient présents. Et entre-temps, Jessie se faisait plaisir aux Hollandais de Maastricht. En daarom wil ik Debo ook nog graag bedanken. Het is mijn getuige. Ons Debo die heeft de laatste weken haar eigen trouwdag zeker 20 keer opnieuw beleefd. We hebben denk ik al 100 keer de do's en de don'ts van een goede bruiloft overlopen. Dus als je ooit je job beu bent bij de bank, denk ik dat er u nog een geweldige carrière als weddingplanner te wachten staat. Onlangs bijvoorbeeld, onze juwelier die wou onze trouwringen maar niet op tijd afleveren. En ze zei, en ik citeer, als ik een keer tot daar moet komen en die bedam een keer goed doorheen schudden, dan zeg ik dat waar. Dus ik heb een geweldige getuige. Bedankt Deborah voor de laatste weken, voor al je steun. En vooral voor het geweldig weekendje in Maastricht. En dan mama, papa. Ik zou tegen jullie kunnen zeggen dat ik rijk en beroemd wil worden. Maar eigenlijk wil ik gewoon worden zoals jullie. Niet om wat dat jullie weten van de voetbal of quizvragen in blokken of spaghetti saus maken. Maar gewoon omdat jullie alles weten wat er te weten valt over goed leven. En wat is er meer belangrijk dan dat? Jullie hebben mij geleerd dat kleine dingen belangrijk zijn. Zoals bij koffieke drinken hoort ook altijd een pannenkoekje. En bij een nieuw blouse kopen hoort ook direct een bijhorende shakos. Jullie hebben mij geleerd om het leven te leiden dat ik zelf wou. Jullie hebben mij eigenlijk meer geleerd dan wie dan ook. En daarom bedankt voor de fijne jeugdjaren en het warme nest dat ik altijd heb. En dan als laatste, mijn nieuwe schoonouders, Mia en Richard. Ik hou van Nicola voor zijn fantastische kwaliteiten, zijn zacht karakter en natuurlijk zijn kathedraal van een lichaam. Jullie hebben de meest fantastische man op de wereld gezet en dat zegt natuurlijk ook alles over jullie. Vandaag word ik een familielid, of dat jullie dat nu willen of niet. Maar vanaf de eerste dag heb ik het gevoel dat ik direct opgenomen was in een hecht gezin. Hoewel Richard niet altijd mijn naam kon herinneren. Ik herinner mij nog die eerste ontmoetingsdag. Na 3 minuten was ik al in de fotoboeken aan het blaren met Mia. En zag ik direct een fotoke van Nicola in zijn babybadje. Wel handig, want dan was ik direct op de hoogte van zijn extra kwaliteiten. Met Richard was het in het begin misschien moeilijk met een taalbarrière, maar hij offreerde mij direct een sigaretje en een pastisje. En toen wist ik het direct. Bij jullie had ik ook een tweede thuis gevonden. Bedankt. Ik ben klaar.
Bon, over kathedraal van een lichaam gesproken en extra kwaliteit. Ik wil toch wel eens bewijzen zien. Wie nog? Hand in de lucht. Je moet je niet generen. Oké, voor notre premier acte de ce soir, je fais appel à une grande star française. Des multiples participations à Star Academy. Son nom d'artiste vous dira rien, bien sûr. Mais vous le connaissez sous le nom de Richard Perrot, papa de Nicolas. Oui, c'est moi. Bonjour à tout le monde et merci d'être là avant tout et de partager notre joie tous ensemble. Quelques petits mots pour les Flamands. Celui qui rigole, attention, il y a la vaisselle à faire. Hein. Vous avez tous à l'œil, hein. J'ai encore de la place ici en dessous hein, pour le noter. Hein. Bon, goûte d'ac allemal. Un d'acu, d'un cu. J'ai bien dit, c'est passé. T'es pas trompé. Hein. En mire de Zijn met ons. Mon fils a demandé, pendant que je vous tienne pendant une heure. Bon, avec une feuille, c'est difficile, hein. J'ai écrit petit, hein, pourtant, mais bon. Mais j'ai pu négocier quand même, à 2 minutes. Donc c'est pas mal, on a déjà passé quand même, hein, du temps, hein. Oh, il m'a demandé de vous dire quelque chose. Je dis, qu'est-ce que tu veux que moi, je raconte, moi, aux gens. Ah, il me dit n'importe quoi. Ben, je dis, on n'est pas sorti de la berge, mon ami. Faut pas me dire des trucs comme ça, moi, t'es. Alors, je vais vous raconter quand même. Je suis né dans une famille nombreuse. 5 sœurs, seul frère. J'en ai sué, j'en ai bavé. Vous ne pouvez pas savoir. Bon, allez, bon, ça va. Allez, j'en ai bu, quoi. J'en ai bu, c'est bon. Tu vois, ça continue, hein, d'ailleurs. Hein. Ça continue, hein. Le temps venu d'être papa, mon plus grand désir était bien sûr d'avoir un fils. J'ai été comblé. C'est premièrement Nicolas. Et puis quelques années après, j'ai pu avoir Christophe. Là, je pouvais dire qu'au moins, je pouvais continuer sur le règne des pirates à ce moment-là. Les années ont passé vite. Le temps des bacs à sable, le temps des copains, sont là. Le temps des petites amourettes. Et puis un jour, le grand amour. Nicolas est pour nous une fille rayonnante est venue compléter notre petite famille. Et ce bonheur a grandi et encore grandi avec l'arrivée d'un petit trésor, notre petit Sam. Aujourd'hui, on vous dit, Nicolas et Jessie, soyez heureux, longtemps, très longtemps, toute bonne vie. Voilà. Dank u. Dat is mooi. Onze volgende artiest is iemand van dichter bij huis. Een heel wijs en geleerd man. Ja. Deze persoon die heeft zijn kennis en wijsheid overgedragen aan de jeugd van Vilvoorde. De meesten hebben het overleefd en de rest is gewoon getraumatiseerd. Uw applaus voor de enige echte René van Ouwemeulen. Beste mensen, beste vrienden en vriendinnen. Er is mij gevraagd om een speechje te houden van ongeveer 2 minuten. Voor veel mensen is dat veel te lang. Maar voor mij, fiere vader van de bruid, is dat veel te kort. Ik wil hier zeer uitvoerig, hè, het wierookvat zwaaien over de 2 feestvarkens. Luister maar. Bij ons Jessie wil ik vooral haar fijn karakter benadrukken. Altijd rustig. Altijd is alles goed. Ze is met alles tevreden. Ze is heel bezorgd en ze is ook een zeer goede moeder. Een tijdje geleden ging ons Jessie naar Leuven voor een diploma. En ze kwam terug met een diploma, maar ook met een fijne, lieve, toffe, jonge gast. En dat was zeker zo belangrijk. Bij die vorige vriend, hè, hebben wij 2 jaar moeten aan zijn poten zagen om die buiten te krijgen. Elke dag, 1 keer heen en 1 keer terug. 2 jaar heeft dat geduurd. Het is ons gelukt. Ja.
Maar bij de komst van Nicolas zagen wij direct dat dat andere koek was. En dat we een zacht kussen op zijn stoel moesten leggen, zodat hij zou blijven zitten. Wij waren natuurlijk in de zevende hemel. En trouwens mensen, het feest straks is op de zevende verdieping. En als jonge mensen gingen ze natuurlijk ergens wonen en ze gingen wonen in Leuven op de Oude Markt. Voor jonge mensen een droom, maar je kunt daar niet parkeren. En daarom zijn ze maar in Vilvoorde gaan wonen. En daar kun je overal parkeren. Kort daarop werd onze eerste kleinzoon Sam geboren. Je hebt hem allemaal al zien rondlopen waarschijnlijk. En ons geluk was nu volledig. En wat kon er nu nog gebeuren? Jawel, een trouwfeest. En in de hoop dat dat nog heel lang mag blijven duren, wil ik eindigen met een kinderversje. Velen van de ouderen onder ons zullen dat nog wel herkennen. Zie mij hier nu staan, met mijn schoon kostuumje aan. Trouwdag is het vandaag. En ik wens u allen toch zo graag een superleuk feest vandaag. Nog een fijne dag voor u allemaal. Dank u wel. Je vous raconte en quelques mots comment on en est arrivé là. Il y a presque 11 ans de ça, on s'est rencontrés à Haustorout. Pour les francophones, ça donne Haustorout. C'est un festival en Flandre, de là le thème festif de notre journée d'union. Ni une ni deux, me voilà visiteur régulier à Louvain. À mon avis, c'est parce que Jessie y faisait ses études. Là, on a décidé d'y habiter la grande place. C'était très animé, on a bien fait la fête, mais après 3 ans, on pensait à notre progéniture. C'est un peu compliqué ça hein, pour les Flamands. On voulait un gosse, un môme, un bambin, un enfant quoi. Non. Mais pour cela, il fallait un petit nid que l'on a conçu à Vilvoorde. Presque un an plus tard, le nid était presque prêt et le petit Sam même plus tôt que prévu. À notre première décennie ensemble, j'ai demandé Jessie de m'épouser. Et cela sur un pont au-dessus d'un grand étang à Center Parcs. À tous ceux qui ne me croient pas, la vidéo se trouve depuis 1 an sur Facebook. Et voilà, 1 an plus tard, nous voici tous réunis pour fêter notre journée d'union. Nicolas et Jessie, alles ok? Ok, je verklaar jullie getrouwd dan. Oh, sorry. Mijn excuus. Nicolas, ik hou van u voor wel 1000 verschillende redenen. Maar ik hou vooral van u omdat jij gewoon altijd jij bent. En meer heb ik niet nodig in dit leven. Bedankt om de laatste 10 jaar van mijn leven een Disney-sprookje te maken. Een Disney-sprookje met magische kastelen, grappige kabouters, onnozele liedjes en af en toe ook wel eens een boze ex. Maar ik onthoud vooral ons lang en gelukkig leven samen. Dus Nicola, neem daarom deze ring als teken van mijn eeuwige trouw en liefde. Jessie, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais le plus important c'est qu'on en parle et au bout du compte on trouve toujours un terrain d'entente. Aujourd'hui, on est prêt à se réunir formellement, mais en fait, rien ne change, car ça fait une décennie qu'on vit comme une et seule même entité. C'est pourquoi je t'offre cette bague en signe de mon amour éternel. Nicolas et Jessie, je vous déclare mariés. La réunion, mandat de France.